Zo'n 30 jaar geleden woonden ze bij elkaar in Raart. De ene na de andere buur ging verhuizen, maar zij hielden contact. Elk jaar gaan ze wel één of meerdere keren samen op stap. En dit weekend was er een jubileumreunie. We hebben elk jaar reunie van oud-buren. En elk jaar is dat één dag, maar dit is vandaag de 30ste keer. Dus nu zijn we een weekend onderweg. Oud-buren, jullie hebben met elkaar ooit bij elkaar gewoond in de grijze oudheid? Ja, we hebben bij elkaar in de straat gewoond. Op één stel na, die woonde in een andere straat in het dorp. Het dorp heette Raart. Maar waarom zijn jullie uit Raart weggegaan? Want zo raar is het daar nou ook weer niet. Wij zijn er weggegaan vanwege het werk van mijn man. De voormalige buren kwamen voor het 30ste jaar bij elkaar om de gezamenlijke vriendschap te vieren. Deze keer in Noordwest-Friesland. De reunieploeg van oud-raarders heeft zelfs een eigen clublied. Wout schoof aan bij het afscheidsdiner. Eén is boer geweest in Duitsland. Boert nog een beetje. Eén werkt bij de gemeente. De ander volgens mij bij de wegenbouw. Ook een die een eigen bedrijf heeft gehad, een ondernemer, een fietsenzaak. En je werkt bij het gasbedrijf in Dokkum. Dat moet ik even zien. Nou ja, en mijn man werkte bij justitie. Maar wat is nou de reden waarom jullie altijd toch bij elkaar zijn blijven komen? Ja, de gezelligheid. Dat vragen we ons ook al voor ik daar. De gezelligheid en toch het contact houden, ja.